Heel lang heb ik op dit moment moeten wachten om eindelijk tegen jou te kunnen spreken. Maar wat zeg je tegen iemand die jouw 17-jarige kind geld heeft betaald om in zijn seksuele behoeftes te voorzien? Iemand die zegt dat hij je kind heeft zien verdrinken, maar vond dat hij er zelf ingekomen was, dus er ook maar weer zelf uit moest komen. Je hebt staan kijken hoe zijn handjes verkrampten, hoe hij om hulp smeekte tot de luchtbellen verdwenen waren. En vervolgens ben je over zijn lichaam rustig naar het andere eilandje gevaren en gaan slapen. Ik zou graag willen dat jij de pijn zou kunnen voelen die ik voel, de slapeloze nachten zou hebben die ik heb. Maar inmiddels is mij wel duidelijk geworden dat jij helemaal geen gevoel hebt. In mijn ogen ben je niks meer dan een grote gewetenloze leugenaar die alleen maar aan zijn eigen belang denkt. Een beetje visjes vangen, drugs gebruiken en jonge jongetjes naar je boot lokken door ze geld aan te bieden, dat is waar jij je mee bezig hield. In het begin leg je een verklaring af waar je in het kort gezegd beweert dat je Orlando naar jullie date hebt afgezet en nooit meer hebt gezien. Gek genoeg geloven de agenten jou en denken niet dat je er iets mee te maken hebt. Ze vonden je heel eerlijk overkomen en je was heel open over de seks die niet lukte die avond. Agenten die getraind zijn om dit soort zaken te doen, heb je voor korte tijd toch voor de gek weten te houden. Dit geeft wel aan dat je niet zo dom bent als dat je eruit ziet. Maar hoe meer bewijs boven water komt dat je verhaal niet klopt, hoe meer je toegeeft. Orlando had gedacht dat met de 30 euro die jij hem nog zou geven, hij een tramkaartje terug naar huis zou kunnen kopen. Maar omdat de seks niet lukte, kreeg hij die niet. Waarschijnlijk heb je toen tegen hem gezegd dat je de hond uit zou laten en hem dan naar huis zou brengen. Daarom bleef hij maar rondjes lopen door de straten. Daarom stuurde hij jou nog, hallo, waar ben jij? Daarom geven getuigen ook aan dat hij op jou aan het wachten was en hem naar huis zou brengen. Waarschijnlijk hoopte jij dat hij wel weg zou gaan. Toen je om 1:15 dat telefoontje van je buurtgenoot kreeg en niet opnam, ben je waarschijnlijk terug naar de kant gevaren om hem weer op te halen. Want Orlando die is niet gaan zwemmen. Als hij al in het water was gegaan, dan zou hij de eerste meters in het water hebben gelopen. Orlando heeft zijn zwemdiploma op school niet kunnen halen omdat hij niet kon duiken. Hij kon zijn adem niet inhouden onder water. Hij kwam in de meeste zwembaden goed vooruit, maar als hij in het diepe was waar hij niet meer kon staan, werd hij er altijd uitgehaald door de badmeesters. Met de vraag of hij wel een zwemdiploma had en moest dan vervolgens zwembandjes aan. Toen Orlando op zijn 12e vertelde dat hij op jongens viel, was dat geen verrassing en ook totaal geen probleem voor mij. Ik was blij dat hij het had verteld. Hij was heel open met mij over zijn vriendjes en de dingen die ze deden. Soms misschien wel te open. Toen Orlando vermist raakte, was ik net 2 weken begonnen met een nieuwe baan op Centraal Station. Ik ben tijdens de vermissing blijven werken omdat ik thuis helemaal gek werd. Ik was aan het werk en ondertussen hingen er overal flyers op mijn werk met de foto van mijn kind. Zijn vrienden hoopten zo dat er iemand zou zijn die hem gezien had en deelde de flyers uit. Het leek wel of ik in een hele slechte film was beland. Terwijl zij hun vriend probeerden te vinden, zat jij lachend boven het lichaam van Orlando te vissen met je zogenaamde vrienden. Hoe ziek kan je dan wel niet zijn? Je hebt meerdere keren die week boven zijn lichaam lopen vissen. Je hebt met een paal staan voelen of het lichaam nog op dezelfde plek lag. Je wou met een camera kijken of het lichaam daar nog lag. Je had natuurlijk gehoopt dat zijn lichaam met de stroming verplaatst zou zijn. Ondertussen zaten wij 8 dagen, die wel 8 maanden leken, in onzekerheid, in angst. Velen nog met de hoop dat Orlando weer terug zou komen. Ik wist dat Orlando niet levend terug zou komen. Dat voelde ik heel duidelijk. Toen na 8 dagen het bericht kwam dat zijn lichaam was gevonden, voelde het of een mes in mijn hart werd gestoken. Ik wist dat het bericht zou komen, maar toen het bericht eenmaal echt kwam, voelde het of er een stuk uit mijn hart gesneden werd. Vandaag is het 862 dagen geleden dat ik mijn kind voor het laatst levend heb gezien. 862 dagen met verdriet, boosheid, slapeloze nachten en iedere dag weer dezelfde vraag wat er nu echt met mijn kind is gebeurd. Meerdere keren per week droom ik over Orlando en zie ik hem in het water huilend roepen om mijn hulp. Maar ik kan niet bij hem komen. En uiteindelijk zie ik hem keer op keer verdrinken en word dan wakker. Het houdt mij iedere dag en nacht nog steeds bezig. De woede dat er iemand was die mijn kind wel kon redden, die hulp kon inschakelen, maar besloot om dit niet te doen, wordt iedere dag erger. Het gemis wordt iedere dag erger. Echt rouwen en accepteren dat hij nooit meer terugkomt, kan en wil ik niet. Ik wil het niet omdat ik nog 2 kinderen heb die er niks aan hebben als hun moeder in elkaar stort. En het kan niet, omdat de waarheid nog steeds niet verteld is. Ik weet dat hij er niet meer is. Maar elke gedachte aan hem of aan de zaak probeer ik zo snel mogelijk weer om te zetten in mijn hoofd naar iets anders.
Ik zal zijn vrolijke gezicht nooit meer terugzien, zijn armen nooit meer om me heen voelen. Ik moet iedere dag leven met het beeld van hem in zijn kist, waarin zijn koude lichaam langzaam aan het vergaan was. Zijn oortjes en neus die steeds kleiner werden, zijn huid die met de dag zwarter werd en de trieste blik die hij op zijn gezicht had. Het is een verschrikkelijk beeld dat voor altijd op mijn netvlies staat gebrand. Iedere keer als het koud begint te worden, denk ik aan hem, hoe koud het moet zijn geweest in dat water. Ik kan alleen maar hopen dat hij niet te lang angst en pijn heeft gehad. Iedere keer als ik een helikopter hoor, word ik herinnerd aan de dag dat ze hem eindelijk gingen zoeken. Als mijn dochter 5 minuten later is dan normaal, raak ik compleet in paniek. Als mijn zoontje zijn telefoon niet opneemt of uitstaat, krijg ik hartkloppingen en angst dat er misschien iets gebeurd is. Alle leuke en mooie dagen in het jaar zullen nooit meer echt mooi kunnen zijn. Moederdag zal nooit meer een dag zijn waar Orlando mij verrast met zijn bloemen en lieve gedichtjes. Het zal voor altijd een dag zijn dat ik naar zijn graf moet gaan om hem bloemen te brengen. Regelmatig staan zijn vrienden ook bij zijn graf en zie ik het verdriet dat zij nog steeds ervan hebben. Terwijl zij ook een toetsenweek hadden en moesten leren, waren ze alleen maar bezig met alles te doen wat ze konden om Orlando terug te vinden. Terwijl hun ook met verdriet en angst leefden, wist jij waar Orlando lag. Maar je hield je mond, terwijl je al die dagen maar heen en weer bleef gaan boven zijn lichaam. Orlando was heel erg geliefd. Hij bracht bij veel mensen weer een lach op het gezicht wanneer ze het moeilijk hadden. Hij was een luisterend oor als iemand het moeilijk had. Zijn oma was ze alles en hij was alles voor zijn oma. Na haar pensioen wou zij graag terug naar Suriname. Maar ik weet dat ze Orlando met pijn in haar hart achterliet. Ze was net 3 maanden vertrokken toen Orlando vermist raakte. Zij is helemaal kapot van verdriet om het overlijden van haar kleinkind. Orlando's broertje heeft het eerste schooljaar van zijn middelbare school over moeten doen en heeft nog steeds moeite met het concentreren op school en te leren zoals hij daarvoor deed. Orlando had nog zo'n mooie toekomst voor zich. Hij zou een goede opleiding afmaken, genoot van zijn theatershows en kon niet wachten totdat hij 18 zou worden om aan die toekomst te beginnen. Maar jij hebt besloten dat hij die toekomst nooit zal krijgen. Ik heb een boek vol met mooie berichten over mijn kind. Orlando was een jongen met een goed hart en zal herinnerd worden als een vrolijke, gezellige, lieve en slimme jongen. Een jongen vol zelfvertrouwen met veel ambities en dromen. Hij wou de wereld zo graag gaan ontdekken. Zijn energie was vol met positiviteit en het mooiste was zijn prachtige lach. Een lach die altijd aanwezig was. Waar hij kwam, daar ging de zon schijnen, hoe donker het ook was. Hij was alles wat jij nooit zal worden of kan zijn. Geen straf gaat voor mij goed genoeg zijn en geen straf zal Orlando terugbrengen. Maar voor wat jij hebt gedaan moet jij verantwoordelijk worden gehouden. Een kind zo laten sterven en achterlaten als een stuk vuil en vervolgens verzwijgen dat je weet waar zijn lichaam ligt, mag niet ongestraft blijven. Ik hoop dat de nachtmerries ooit zullen verdwijnen en zullen veranderen in mooie dromen. Het beeld van Orlando in de kist, de foto's van toen hij net uit het water werd gehaald. Ik hoop dat ze zullen veranderen naar de mooie herinneringen. Dat ik het ooit een plek kan geven. Maar die dag is nog heel ver weg. Dank u wel.